Jan van der Laar, je bent nu al een tijd onderweg met de Clipperrace. Verloopt het nog steeds volgens je verwachting? Ja, we zijn inderdaad een hele tijd onderweg. Ik zou zeggen ups en downs. Soms dan zie ik het echt even niet meer zitten, maar dat duurt vaak maar een paar uur. En dat, ja, weet je, je hebt wel eens tegenslagen, maar voornamelijk heb ik nog steeds heel veel zin in. Wat maakt het dan zo leuk? Ja, het zeilen is een tweede natuur geworden, dus het is echt wel plezierig om te doen. De groep is onwijs hecht geworden. We hebben heel weinig problemen aan boord. Vergeleken bij, nou ja, sommige andere boten die, waar ik toch andere verhalen van hoor. Dus de stemming op onze boot is goed. We eindigen niet altijd heel erg hoog in de rankings, maar daar gaan we aan werken. Dus ja, we richten ons nog steeds op een podiumpositie. En, nou ja, maar wel altijd, of het gaat in ieder geval nooit ten koste van de sfeer aan boord. Dus nou, we gaan lekker verder en ja, ik heb er zin in. Hoe gaat de komende etappe naar Vietnam eruit zien? De komende leg wordt ten eerste best wel lang. Ik denk dat we er ongeveer een maand over gaan doen naar Vietnam. En we zijn hier nu in Airlie Beach, Australië, waar het al boven 30 graden is. Dus het gaat sowieso een hele warme leg worden. We gaan weer de Evenaar over. Het wordt ook wat meer, wat luchtvochtigheid gaat dik omhoog. Dus ik denk, daar had ik tijdens leg 1 al best wel veel moeite mee. En dat zal nu zeker niet minder zijn. Een andere uitdaging gaat zeker gewoon de route aan zich zijn. We gaan toch wel om een aantal eilanden heen. Er zal toch wat meer, wat meer verkeer onderweg zijn wat minder professioneel is. Dus kleine vissersbootjes die toch wel in een vloot varen in plaats van in een eentje zonder licht of zonder AIS aan boord. Dus ik denk dat na het ontwijken van dat soort obstakels ook wel een uitdaging gaat zijn. Jan van der Laar, dankjewel en ik wens je een fijne etappe.